Vanmiddag de topper in de hoofdklasse C tussen DVS 33 en ACV. Dat belooft wat te worden, denk ik, Jan. Ja, daar hopen we eigenlijk ook wel een beetje op. Het hoeft niet per se een spektakelstuk te worden als je aan het eind van de rit gewonnen hebt, maar het mag natuurlijk wel. Ja, ken je ACV een beetje? Is de ploeg bekeken? Ja, de ploeg is bekeken en wat we eigenlijk al wel weten, het is gewoon een goede voetballende ploeg. En ze staan niet voor niks waar ze nu staan. En ik ben heel benieuwd wat wij tegenover hun kunnen zetten. Maar ik heb er wel een heel goed gevoel over. We hebben een goede ploeg staan en we hebben best wel wat vertrouwen. Dus we hoeven ook voor niemand bang te zijn. Dus. Er zijn vier bepalende spelers bij ACV en daarvan hebben er vier gele kaarten. Dat betekent een kleine verandering in speelstijl misschien ook wel. Ik niet. Het betekent in ieder geval dat ze veel overtredingen nodig hebben. En wij missen ook twee jongens. Of missen is misschien niet eens het goede woord. Wij hebben ook wat andere jongens op moeten stellen. En dat hoort er een beetje bij. En ik vind dat niet zo'n punt. En dat mag ook nooit een excuus zijn. Ik ben hartstikke tevreden over de selectie. En ik ben hartstikke tevreden over de groep van vandaag. En ik heb het volste vertrouwen in dat we vandaag hier die wedstrijd kunnen winnen. Oké. Nou is mij opgevallen. De eerste 6-7 wedstrijden was hij toch al behoorlijk bepalend. Heeft hij aardig gescoord. Hij neemt in principe alle vrije trappen, corners enzovoort. Mike Arends, die verleden week, dat snap ik, dat hij er dan niet bij zit. Maar vandaag weer niet. Ik heb altijd tegen die jongens gezegd van, joh, op de momenten dat je niet speelt, dan moet het er in de trainingen en wedstrijden daarna van afspatten. En als dat niet het geval is, dan maken ze het nog makkelijk. Dus dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Ja, oké, dan is dat in ieder geval heel erg duidelijk. Vanmiddag, wat voor wedstrijd verwacht jij? Nou, ik verwacht sowieso heel veel 1-op-1 duels. En dan is het toch vaak een beetje de vorm van de dag die bepalend is. Maar het zijn allebei ploegen met een positieve spelopvatting. En dat is al sowieso altijd leuk om naar te kijken. En nogmaals, de vorm van de dag en een beetje geluk. En werkt de scheidsrechter mee. En noem het allemaal maar. Ja. Dus het is niet alleen voetballend een betere ploeg zijn. Als wij gewoon ongelooflijk veel strijd op de mat kunnen leggen, dan kunnen we vandaag gewoon winnen. Ja. En wij hebben toevallig ook een redelijk voetballende ploeg. Wat zeg ik? Een goed voetballende ploeg. Wat dat betreft kan het een wedstrijd van een heel hoog niveau zijn. Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En nogmaals, ik ben hartstikke benieuwd. Maar ik spiegel het een beetje aan die wedstrijd tegen SVZW. Dat vond ik vergelijkbaar. Dan speel je ook tegen een ploeg waar heel veel kwaliteit in zit. En die zelf ook altijd willen voetballen. En niet alleen voetballen, waar ook nog een beetje fysiek in zit. Dat hebben we vandaag ook nog wel een klein beetje aangehaald van, jongens, als wij tegen SVZW daar kunnen brengen, dan kunnen wij het hier zeker thuis ook. Dus. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. 3 punten, Jan. Dames en heren van DVS-TV, ook vandaag weer verslag, radioverslag voor Radio Nunspeet, voor Radio Veluwe FM. Dus heel ze nu en dan hoort u mij in een sneltreinvaart praten, sneller dan op televisie. En dan hoort u mij ook dingen zeggen die u zelf zult kunnen zien. Maar ja, dat maakt niet uit, want Jack van Gelder doet het ook leuk op televisie. Ja, lekker zitten. Altijd een prachtige opkomst hier bij DVS. Spelers begeleid door de vlaggende pupillen van DVS. Welk team het precies is, weet ik niet. We gaan het straks zien. Speler van deze week ook. En daar gaan we. Nou jongens, moedig eraan, want het is haar dag vandaag. Pupil van de week, Lisanne Pap. En Lisanne, moet je eens kijken. Ze is een keeper, maar wat een techniek, hè? Ja, dat leren we al vroeg aan bij DVS. Mooi. Techniek is de basis van heel veel dingen, maar ook plezier natuurlijk. En dan gaat hij. Gaat ze scoren? Ja! Geweldig! Super gedaan! Heel goed, Lisanne. Dankjewel. Neem de bal maar mee. Hoppa, keeper tegen keeper. Beide ploegen staan klaar. Scheidsrechter Roelof Luinge staat ook klaar. Geeft nu het beginsignaal en ACV heeft balbezit. Het stadionnetje bij DVS, wat stadionnetje? Stadion, kunnen we rustig zeggen. Daar zit weer bomvol, ook aan de overkant aardig wat mensen. Zo denk ik dat er hier toch wel zo'n 700 man tegen de 700 man zijn bij DVS in deze topper tussen DVS en ACV. Nu een mooie paas van Edmund Meijner. Oh, ook aan Soykan. Oh, als hij die bal in één keer had geraakt, had hij hem over de keeper heen kunnen lobben. En dan was het 1-0 geweest voor DVS. Dit eerste kleine kansje voor DVS.
DVS. En nu probeert de ACV er snel weer uit te komen. Maar Joran van Zanten heeft daar balbezit namens DVS. Hij tikt hem even op Ronald Hoek. Ronald Hoek kijkt en tikt hem weer even rustig terug op Joran van Zanten. De opbouw zal bij beide ploegen over het algemeen vrij rustig verlopen. En dan daarna ontbrandt de strijd op het middenveld of en in de aanval. En dat hangt natuurlijk weer af van de passes die komen vanaf de verdediging. Of breed, of cross, of in de diepte. Nu Ali Akla. Met zijn snelheid kan hij toch nog die bal bij Ronald Hoek brengen. En die brengt daar in stelling Yashin Koert helemaal vrij. Daar aan de rechterkant. Weijer bij hem in de buurt. Hij geeft die bal voor. Christian van der Kamp. Oh, Christian van der Kamp die probeerde koppend Maurice de Ruiter te bereiken. Maar via het hoofd van een van de verdedigers van ACV. En dat was, dacht ik, Wagenaar. Gaat de bal over de achterlijn. En zo krijgt DVS een hoekschop. Die hoekschop nemen we. Joran van Zanten. Naar Yashin Koert. Ali Akla. Mooi. Weer heel veel diepgaand werk van Yashin Koert. Zet die bal daar prachtig voor. En de kopbal op de lat. Christian van der Kamp. Prachtige voorzet. Yashin Koert op Christian van der Kamp. Kopt die bal tegen de lat. Oh, dat had de 1-0 kunnen zijn voor DVS. En DVS krijgt een vrije trap. Ronald Hoek gaat hem nemen. Joran van Zanten. Joran van Zanten naar Okan Sojkan. Okan Sojkan daar naar de inkomende Ali Akla. Maar daar is de keeper net op tijd. En misschien daar. Nee, maar toch heel goed verdedigend werk van Wagenaar, de speler van ACV. Dit was weer een klein kansje voor DVS. Wat nu echt behoorlijk druk zet op ACV. Zeer interessant en heel leuk om naar te kijken. 21 minuten spelen we hier in Ermelo. Stand nog steeds 0-0, maar wel met een betere DVS. Maar ook nu weer opvallend. Die prachtige dieptepaasjes van Joran van Zanten. En nu weer een op Ali Akla. Die Weijer die wordt langzamerhand helemaal knettergek. En daar komt ja. Daniel van Warven. Daar is hij zo goed in. Ballen die van de verdediger terugkomen. Of die van de keeper terugkomen in de rebound. En dan via de grond, via de stuit. En daardoor was de keeper volledig uit positie. Weet DVS 33 via Daniel van Warven hier de stand naar 1-0 te tillen. Een volkomen verdiende voorsprong voor DVS. Ali Akla daar weer. Weijer die gaat een hele moeilijke middag krijgen. En weer een prima kopbal van Christian van der Kamp. Wat laat DVS hier het laatste kwartier werkelijk voetbal zien om van te smullen. Meestal wordt de tegenstander, persoonlijke tegenstander van Ali Akla gewisseld ergens in de rust. Dat zal misschien wel met deze Weijer ook gaan gebeuren. Want die wordt volgens mij helemaal standtepede gek. Maurice de Ruiter. Op de mee opgekomen Stefan de Geijten. Die kan helemaal alleen op het doel af. Hij geeft, tikt die bal voor en daar komt een 2-0 aan. Ja. Ali Akla. Wat een prachtige aanval van DVS 33. Stefan de Geijten die daar op een werkelijk schitterende manier bediend wordt door Maurice de Ruiter. Hij tikt de bal opzij en Ali Akla tikt hier de 2-0 binnen. 2-0 voor DVS, dames en heren, luisteraars van Veluwe FM. Het is hier genieten geblazen in het stadionnetje van DVS. En hoppa, de 3-0. Christian van der Kamp. Vanuit de rebound. De ACV wordt helemaal zoek gespeeld. Je wil niet weten wat er hier allemaal gebeurt bij DVS. Het is echt schitterend. Hele mooie actie ook weer van Joran van Zanten. Die schiet. Die bal die komt terug. En Christian van der Kamp als een duffeltje uit een doosje erbij. Om hier de 3-0 aan te tekenen. Ja. Volkomen verdiende tussenstand hier. Vanuit Ermelo, dames en heren luisteraars van Veluwe FM. U hoort een beetje die emotie in mijn stem, maar dat hoort ook zo natuurlijk. 3-0 in het voordeel van DVS 33 terug naar de studio. Op Mulder. Mulder bal aan de voet. Goeie paas naar Wagenaar. Maar daar gelijk ook weer storen. Maar tussen twee man weet je daar toch iemand te bereiken. Wat gebeurt er? Een penalty, denk ik. In het voordeel van ACV. Een overtreding van een van de verdedigers van ACV. Een gele kaart geeft Roelof Luinge aan Ronald Hoek. En dit is een moment wat misschien wel belangrijk kan zijn. Want ACV houdt natuurlijk nu een beetje moed. Of je nou met 3-0 de kleedkamer ingaat of met 3-1, dat weet ik niet. Maar we hebben toevallig ook een doelman in het doel staan. Een penalty killer. Dat weten we nog van 2 weken geleden. Daan Huiskamp.
concentreert zich daar. Kijkt goed. Robin Mulder, heel eenvoudig. Plaatst hij de bal daar laag in het doel. En is de stand hier 3-1. En Roelof Luijngen vindt het genoeg. We hebben hier een prachtige eerste helft gezien. Een eerste helft die eindigt in een 3-1 voorsprong voor Davies. Volkomen verdiend. Zeer vermakelijk, zegt inderdaad ook de speaker Frits Bos. En we hebben hier genoten. En we gaan hopelijk dat in de tweede helft ook nog weer een keer meemaken. Kijken of DVS niet te veel energie in deze eerste helft heeft gestoken. ACV zal zich nog niet zo 1-2-3 gewonnen geven. Wij gaan ons verheugen op weer zo'n mooie helft als deze. Eerste helft. En de tweede helft is begonnen. DVS balbezit via Joran van Zanten. Natuurlijk gaat ACV proberen zo snel mogelijk druk te zetten. En zo snel mogelijk langs zij te komen om die 3-2 te maken. En nu weer balbezit ACV. Maar deze paas van Robin Mulder komt niet aan bij Edu, de jonge Rosa. Ook aan Soikan naar... Ja, daar komt die bal! Ja! Via de binnenkant van de paal. Jongen, Ali Akla. Zijn tweede al bij deze wedstrijd. 4-1 voor DVS. Hele mooie, subtiele voorzet vanaf links. En Ali Akla die daar zijn hoofd tegen kan planten. En via de binnenkant van de paal verdwijnt de bal in het doel. Wat laat DVS 33 het publiek hier in Ermelo en omgeving misschien ook enorm genieten. Ja, dat is inderdaad geen buitenspel. Edu de Jonge Rosa die gaat daar de 4-2 aantekenen. Ja, dat is nog een hele bekeken paas vanuit het middenveld. Ik dacht dat het Veenstra was die Edu de Jonge Rosa bediende. En DVS-verdediging dacht, ja, dat is buitenspel. Maar nee hoor, het was geen buitenspel. Hij kon alleen door. Ja, en daar Robin Mulder. Oh, en dat is weer de enorme kracht van Daan Huiskamp. 1-op-1 is hij altijd de baas. Behalve dan net bij dat moment van Edu de Jonge Roze. Maar dit had een moment kunnen zijn waarbij ACV terug zou kunnen komen in de wedstrijd. En ik heb het voorspeld. Het wordt gewoon een 4-3 wedstrijd of zo. Dat zou dan in het voordeel van DVS zijn. Daar zou ik ook heel tevreden mee zijn. Maar ja, als je als ploeg in feite zoveel sterker bent, moet je natuurlijk 3 tot 4 doelpunten afstand nemen van je tegenstander. Maar vooralsnog is het steeds 2 doelpunten afstand. En dat is nog steeds een beetje te weinig. Ja, op Edu de Jonge Rosa. En op ongeveer 40 meter van het doel kwam hij helemaal vrij. Hij stoomde op en Daan Huiskamp liet hij kansloos. Even later was het trouwens ook weer een poging van... Oh, wat gaat Edmund Meijner daar doen? Oh, dat flinkt niet meer. Waar baalt hij enorm van? Hij heeft een vrije trap. Hij neemt hem rechtstreeks van 50 meter. En die bal die gaat echt 20 meter boven de lat. Oh, wat als die bal erin gegaan was. Dat was echt werkelijk helemaal flabbergasted geweest. Christian van der Kamp. Bedient daar Ali Akla. Ali Akla. Is tegenstander natuurlijk weer bij zich. Ja hoor, die wordt weer gepasseerd. Ali Akla zet die bal naar voren. En ja, fantastisch! Prachtig! Christian van der Kamp. Zijn tweede doelpunt. Schitterende kopbal. Op een werkelijk schitterende voorzet van Ali Akla. Volkomen ongrijpbaar. De verdediger van ACV. Oh, die wordt er toch helemaal gek van. Weijer, die heeft hier de meest vervelende middag tot nog toe in deze hoofdklasse C mee te maken. Ja, als je zo'n tegenstander tegenover je hebt, word je helemaal knettergek. Prachtige voorzet. DVS op 5-2. Jo, ze zeiden bij Radio Neerstek 2-2. En de wedstrijd inmiddels afgefloten door Roelof Luijngen. Ik vertelde het net al, ook voor Radio Nunspeet onder andere. Toen hoorde u het denk ik ook al. Toen ik iedereen een goed weekend wenste. En ook het feit dat ik zelf een heel goed weekend heb. En de cameramensen natuurlijk ook van DVS. Mijn assistent André, cameraman Lex.
allemaal bedankt. Het was hier een genot om te zijn in het stadion van DVS 33 aan de Sportlaan. We hebben sport gezien van de bovenste plank. Topsport mag ik wel zeggen. In deze topper heeft DVS 33 is ver boven zichzelf uitgestoken, gestegen. En heeft hier het publiek doen smullen van een werkelijk schitterende wedstrijd. 5-2 in het voordeel van de geel-zwarte. Dames en heren, DVS-TV-kijkers en ook anderen in het land. Want er wordt steeds meer naar DVS-TV gekeken en geluisterd. En dat doet ons heel erg goed. Veel plezier allemaal. Heel goed weekend. En geniet van deze opnames. Vanmiddag gekeken naar een fantastische pot voetbal tussen DVS en ACV. En ik mag wel zeggen dat het eigenlijk een fantastische pot was van DVS. Want jullie hebben de koploper echt doen verbleken. Ja, dat zeker weten. Van tevoren hadden we ook opdracht gekregen om gewoon vol druk te zetten. Dus geen kans te geven om te laten voetballen. Dat hebben we eerst 1.5 uur, 35 minuten fantastisch gedaan. Op een gegeven moment staat 3-0 en dan door lichtzinnigheid misschien achterin. Geef je onnodig penalty weg, maar... Uiteindelijk hebben we de tweede helft goed opgepakt, denk ik. Behalve op die tweede goal tegen Gonda. Maar fantastische wedstrijd voor ons allemaal. Ja. De basis hebben jullie inderdaad gelegd tussen de ongeveer 10e minuut, een kwartier ongeveer, en de 35e minuut. Want wat we toen zagen was werkelijk zo wervelend. Prachtig. Ja, na die eerste goal waren we ook wat losser gekomen, vrijer in ons spel. Dat zag je ook in ons combinatiespel en zo. Tweede goal, hele goede aanval over links. Dan kon ik gelukkig nu wel... In de linkerhoek binnen schietenlaag. Heel mooi steekpaasje van Maurice de Ridder op de opkomende Stefan de Geiter. En jij was er als de kippen bij om precies op het juiste moment daar te staan en om toe te slaan. Hè? Ja, zeker. Alles klopt vandaag dus. Ja. Jouw tegenstander, heb je die nog een hand gegeven na afloop? Ja, tuurlijk. Hij was gewoon heel collegiaal, gewoon een hand geven. Dus, ja. En wat zei hij? Bedankt voor de fijne middag. Nou, hij zei gewoon gefeliciteerd, goed gevoetbald. Maar, ja, maar hoe kun je het opbrengen inderdaad om telkens weer die sprint te trekken? Je bent natuurlijk teruggekomen vanuit een blessure, enkel blessure, heel hinderlijk voor jouzelf, want je wil niks liever dan alleen maar voetballen en nog een keer voetballen. Ja, klopt. 6 weken aan de kant gestaan, revalideren, toekijken is best wel zwaar, maar ja, uiteindelijk teruggeknokt. Vorige week de basis gelegd en deze week mee doorgegaan. Oké, ga zo verder Ali. Bedankt voor deze middag. Geweldig. De volgende speler van DVS. Ja, ik kan er eigenlijk wel 11 gaan interviewen, Maurice. Hè? Of spreek ik niet de waarheid nu? Nee, even kijken. Van de week werd ik gebeld door iemand van Harderwijknu.nl. Ja. En die vroeg wat kan er beter. En ik zei ja, het druk zetten moet nog sneller. Ja, zeg maar feller, korter erop. En gewoon even ja, wat feller wat ik zeg. En vandaag kwam dat allemaal eruit. Dus. Ja, en dat hebben we inderdaad met z'n allen kunnen zien. Maar wat lieten jullie ze nu dan fantastische dingen zien? Die basis werd natuurlijk gelegd in die eerste helft. En ja, toen liepen de dingen ook werkelijk zo wervelend. Dat paasje van jou bijvoorbeeld op Stefan de Geiter. Echt ook zo'n prachtig moment. Ja, het was een echte Real Madrid goal. Hè? Op de counter. En ja, gewoon over 5 of 6 schijven, ik weet niet zeker. Maar... ja, het was snel, zuiver en Ali rond hem goed af. Ja. Ik kan me nog herinneren dat jij als jeugdspeler zei van wat is jouw, op de vraag van wat is je droom, ja, bij Real Madrid ooit een keer kunnen spelen. En nou, dan is het toch wel lekker dat je dat hier even zo laat zien, dit voetbal. Ja, andere tenuutjes, maar het gevoel is hetzelfde. Maar heel zin nu, dan hebben jullie wel die witte tenuutjes, of niet? Ja, zo af en toe een uitwedstrijd. Ja. Jammer dat het voor jou persoonlijk in de tweede helft, want je kwam een paar keer goed door, passeerde achterloos een mannetje of 3-4. Maar dat werd dan net op het allerlaatste moment geblokt. Dat was eigenlijk wel jammer. Ja, ik speelde niet best, maar dan moet je gewoon proberen hard te werken. En als het voetballen niet lukt, dan schouders eronder. Dat hebben we met z'n allen gedaan. Ook de jongens die erin kwamen. Nou ja, dan heb je Ali die 2 keer scoort en Christian. Dus ja, dan hoef ik het niet te doen. Dat heb je heel erg goed. Maar dat je niet best speelde, dat durf ik tegen te spreken. Want ik heb toch echt van je genoten. Maar met name genoten, precies wat jij zei, ook van de teamprestatie. Want er stond nu echt werkelijk een team. Dat heb ik bijna nog niet gezien, zo. Nou ja, ik weet niet of je donderdag hebt gekeken. Dan kon je dat ook al zien. Iedereen, we waren gewoon bezig met deze wedstrijd. We willen... kampioen worden. Dat heeft de trainer goed erin gepraat bij ons. En nu moet het ook waarmaken. Ook, dus. De basis door Henny in het Hof en nu verder uitbouwen naar het kampioenschap. Ja, zeker.
Wie weet. Maurice, bedankt voor dit interview. En nogmaals, van harte gefeliciteerd met deze wedstrijd en met deze schitterende prestatie. Dank u.